Hare Krishna, allereerst wil ik jullie, zoals ik al van velen van jullie heb gezien, jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. In het Sanskriet heb je verschillende woorden voor geluk. Je hebt het Sanskriet woord sukha. Sukha betekent materieel geluk of zintuigelijk geluk of lichamelijk geluk. Als je zo je hand streelt of je doet er een beetje zalf op, dan is dat sukha. Dat is een aangename bewaarwording om jezelf zo aan te raken. Of als je een heerlijke maaltijd hebt bereid en je hebt honger, en de allereerste hap die je dan neemt is, zoals mijn vader altijd zei, alsof de engeltjes op je tong pissen. Hè? Dat zei mijn vader altijd, als hij iets heel lekker vond. Zo zijn alle zintuigen kunnen een bepaalde vorm van sukha ervaren. Maar als we zeggen gelukkig nieuwjaar, dan gaan we ietsjes dieper dan jullie fijn zinsgenot te wensen. Omdat zinsgenot heel tijdelijk. En kan ook weer weggenomen worden. En dan krijg je het omgekeerde van zoek. En dat is, zoals velen van jullie weten, is dukkha. Is materiële ellende. Iets heel krachtigs wat ik een van de eerste dagen hoorde toen ik de tempel inkwam in 1989 in Amsterdam. Toen zat er ook een hele enthousiaste toegewijde naast mij. En die sprak ook over sukha. Hij zei, kunt je vinger aaien en dat geeft een iets wat prettig gevoel. Hij zegt, maar de hoeveelheid miserie die je uit die vinger kunt krijgen, is veel hoger dan de hoeveelheid genot die je uit die vinger krijgt. En ik was een beetje verbaasd. Hij zegt, pak maar eens een hamer en sla maar eens op je vinger. Als je aan het klussen bent, gebeurt dat wel eens. Dus de hoeveelheid ongeluk die uit je lichaam kan komen, is vaak veel groter dan de hoeveelheid geluk die je puur uit het lichaam kan krijgen. Vandaar dat als we zeggen gelukkig nieuwjaar, dan hebben we het eerder over het woord ananda. En dat is spiritueel geluk of zielsgeluk. Ik vind het altijd heel mooi als iemand zegt, ik ben zielsgelukkig. Omdat dat iets is wat volledig ontstijgt aan puur het genieten van het lichaam van de zintuig. Dus als iemand zegt, ik voel me zielsgelukkig, in 99 van de 100 gevallen komt daar liefde bij kijken. Niet? Meestal ben je zielsgelukkig omdat je een geweldig fijne relatie hebt. En natuurlijk, Krishna is al aantrekkelijk. Dus als je een relatie ontwikkelt met Krishna, dan komt daar een zielsgelukkige ervaring uit voort. Dus ik wens jullie een Ananda 2021. En sukha dat komt en dukkha komt ook. Maar iemand die met yoga bezig is, is niet zo snel in de war gebracht door tijdelijk geluk en tijdelijk verdriet. Omdat dat aspecten zijn die net als zomer en winter komen en gaan. Dus een zelfgerealiseerde ziel die probeert zich daar niet te veel door te laten beïnvloeden. Nu, Bhagavad Gita heeft alles te maken met ananda, met dat geluk. Het bestuderen van de Bhagavad Gita is een feest voor de ziel. Ik herinner mij de eerste keer dat ik dus de Bhagavad Gita opensloeg. Ik had daarvoor al de Torah en de Edda en de Kabbalah en allerlei verschillende soorten boeken gelezen en bestudeerd. En toen ik de Bhagavad Gita voor de allereerste keer begon te lezen, toen ja, het was precies alsof elke bladzijde die ik omsloeg was een bevestiging van, ah ja, natuurlijk, nu komen de puzzelstukjes.
op de juiste plaats terecht. Dus mijn ervaring was een heel vreugdevolle ervaring met de Bhagavad Gita. Dus voor iemand die beginnend is in het Krishna-bewustzijn, is de ervaring van de Bhagavad Gita heel fijn en heel verhelderend. Daarom wordt de Bhagavad Gita ook door Prabhupada genoemd het ABC, het ABC van het geestelijke leven. En dan na de Bhagavad Gita kreeg je de vervolgstudie, de PhD-niveau, is het Srimad Bhagavatam. En dan de postgraduate study is de Chaitanya Charitamrita. Maar toch is het niet alleen een boek, een ABC-boek voor beginnende toegewijden. Als we kijken naar hele gevorderde toegewijden zoals Arjuna, maar ook zoals Sanjay, die door zijn geestesoog de conversatie tussen Krishna en Arjuna in zijn meditatie kon meevolgen. Zelfs die zielen zijn zeer verrukt, zeer verheugd om deze boodschap te lezen en te horen. Helemaal op het einde van de Bhagavad Gita zegt Sanjay, aldus heb ik de woorden vernomen die twee grote zielen, Krishna en Arjuna, tot elkaar spraken. En deze boodschap is zo wonderbaarlijk dat mijn haar ervan overeind staat. Wanneer staat je haar overeind? Dat is bijna een extatische ervaring. Hè? Als je haar overeind staat van geluk, dat is een zeer extatische ervaring. En dan twee versen daarna zegt Sanjay, o koning, terwijl ik met deze verwonderlijke en heilige tweespraak van Krishna en Arjuna telkens weer voor de geest haal, huiver ik onophoudelijk van vreugde. Dus de haren staan overeind en hij huivert van vreugde. Dat zijn allemaal tekenen van Ananda. En Srila Prabhupada die zegt in dat vers, het is hoofdstuk 18, vers 76. Die zegt, wie de Bhagavad Gita verneemt uit de juiste bron, rechtstreeks van Krishna, komt tot volledige Krishna-bewustzijn. Het gevolg van Krishna-bewustzijn is dat men steeds meer verlicht raakt en in ononderbroken verrukking van het leven geniet. Dus dat is het resultaat, dat is helemaal het einde. Dat is het voorlaatste of het tweede laatste vers van de Bhagavad Gita. Dat is een beetje de conclusie van de ervaring van toegewijde, gevorderde zielen die dus de Bhagavad Gita keer op keer herinneren en lezen. Dus ik ben heel verheugd om samen met jullie hoofdstuk 8 te overlopen. Misschien kan ik nog één ding meegeven voordat we daaraan beginnen. Er zijn ook door Heer Shiva zijn er ook 8 versen gesproken ter verheerlijking van de Bhagavad Gita. En één van die versen spreekt mij enorm aan. En die gaat als volgt. Iemand kan zich dagelijks schoonmaken door een douche te nemen met water. Maar als iemand ook maar één keer bad neemt in het Gangeswater van de Bhagavad Gita, zal hij verlost raken van alle vuiligheid van het materiële bestaan. Dat is mooi, hè? Dus je kunt je elke dag baden met water, maar iemand die zich één keer laat overgieten door het transcendentale water van de verse van de Bhagavad Gita, die zal eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen, verlost raken van al het vuil wat zich opgestapeld heeft voor vele levens in ons hart, in de vorm van lust en woede en frustraties en blokkades enzovoort. Zo krachtig is de Bhagavad Gita. Waarom is de Bhagavad Gita zo krachtig? Omdat die gesproken is door Bhagavan. Bhagavan Sri Krishna. Je vraagt je misschien af, waarom staat er niet in plaats van Sri Bhagavan Uvacha? Waarom wordt er niet gezegd Sri Krishna Uvacha? Ja. Ik heb er misschien wel eens over nagedacht. Je ziet wel Arjuna Uvacha. Maar als Krishna spreekt, dan staat er Sri Bhagavan Uvacha.
Bhagavan is een heel mooi Sanskriet woord. Het bestaat uit twee woorden. Bhaga en Vaan. Vaan betekent hij die bezit of hij die eigenaar is van. En Bhaga betekent alle volheden. En wat zijn de volheden? Wel, iemand kan heel mooi zijn, heel aantrekkelijk zijn, van schoonheid. Iemand kan heel wijs zijn, iemand kan heel onthecht zijn, iemand kan heel sterk zijn, iemand kan heel beroemd zijn. Het zijn allemaal verschillende volheden die iemand kan bezitten. En iemand die Bhagavan is, is iemand die al die volheden tot in het oneindige bezit. Dus in plaats van dat we zeggen Sri Krishna Uvacha, wordt er gezegd Sri Bhagavan Uvacha. Want van Krishna kan je zeggen, ja Krishna, wie is Krishna? Ik geloof niet in Krishna. Maar als je zegt Bhagavan Uvacha, betekent hij die alle volheden tot in het oneindige bezit. Die persoon is Bhagavan en die persoon is God. En de persoon die de Bhagavad Gita met aandacht luistert, die persoon is Bhagyavan. Klinkt bijna hetzelfde. Hè? Je hebt Bhagavan, hij die alle volheden bezit. En je hebt Bhagyavan. En Bhagyavan betekent hij die de bezitter is van spiritueel fortuin, van al het geluk. Dus iemand die de Bhagavad Gita hoort van Bhagavan, de allerhoogste persoonlijkheid Gods, die wordt automatisch Bhagyavan, de bezitter van fortuin. Maar dan bedoel ik niet dat je twee auto's of drie auto's erbij krijgt na deze sessie. Het gaat erom dat je het fortuin in je hart, dat toeneemt. Zo dan worden we Bhagyavan. Nu, het is voor jullie misschien al een tijdje geleden dat hoofdstuk 7 werd behandeld. Dus het is misschien niet slecht om heel kort even een recap te doen van de eerste 7 hoofdstukken. Heel kort, want we hebben natuurlijk beperkte tijd. Dus Bhagavad Gita bij het feit, om al wel eens ervaren, verwarring, totale, ze noemen dat de kluts kwijt zijn. Tenminste in Nederland zeggen ze dat. Ik weet niet of in België ze dat ook zeggen. Ik ben even helemaal de kluts kwijt. En de meeste mensen hebben dat wel eens in een fase in hun leven, dat ze door omstandigheden, door de verschillende invloed van de energieën die er zijn, of het overlijden van een dierbare, of een scheiding, of het failliet gaan van je bedrijf, of het ontslag, of zonder reden opeens in een depressie terechtkomen. Je kunt daar vaak niks aan doen op dat moment zelf. Dus Arjuna had dat. En Arjuna was een van de krachtigste strijders. Een van de stoerste mannen van de planeet. Een prins. Die volledig onderricht had gehad in de medische kennis. En deze Arjuna die was de kluts kwijt. Totaal. Hij stond op het slagveld en hij moest beginnen vechten. En zijn handen die waren zo aan het beven, zodat de boog, de Gandiva boog die hij vast had, die viel uit zijn handen op de grond. En hij had tranen in zijn ogen van compassie voor zijn familieleden, maar ook van totale verstandsverbijstering, dat hij totaal niet meer wist wat hij moest doen. Hij barstte in huilen uit, wat voor een stoere Kshatriya-krijger. In het midden van het slagveld met allerlei andere krijgers was dat ongehoord. Dus we moeten dat niet te licht opnemen als we in het eerste hoofdstuk lezen dat Arjuna in die wezenstaat was van totale verbijstering. Hij had totaal geen besef meer van zijn omgeving. Hij was gewoon een shaking wanhoopje. Een hoopje wanhoopje. En toen is Krishna geleidelijk aan kennis beginnen te geven van de verschillende diepere lagen van ons zijn.
Waardoor alles weer bij Arjuna geleidelijk aan op punt kwam. Dat hij besefte wie die was. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is mijn taak? Wie ben ik? Wie is Krishna? En wat is de missie in dit leven? Krishna begint in hoofdstuk 2 te vertellen over Sankhya Yoga. Bhagavad Gita is het boek van de yoga. En het begint met Sankhya Yoga in hoofdstuk 2. En Sankhya Yoga betekent gewoon het analyseren van materie en spirit. Dus wat is het ego? Wat is de intelligentie? Wat is de geest? Wat zijn de zintuigen? Wat zijn de zinsobjecten? En een van de belangrijkste dingen die hij zegt in hoofdstuk 2, en wat ik persoonlijk heel erg inspirerend vind, is dat hij een hiërarchie maakt van laag naar hoog. En hij begint bij de zinsobjecten. Indriyani paranyavur indriyevya parammanaha. Krishna zegt, hoger dan de zinsobjecten zijn de zintuigen die genieten van die zinsobjecten. Dus de neus is hoger dan de geur. De oren zijn hoger dan het geluid. Omdat de oren genieten van het geluid, dan staan ze boven de zintuigen. Hoger dan de zintuigen, zegt Krishna, is de mana, is de geest. En de geest bestaat eigenlijk uit drie aspecten. Als je jezelf afvraagt, wat is nu eigenlijk mijn geest? Wel, alles wat te maken heeft met voelen, met denken en met willen, komt vanuit de geest. Dat is het mentale aspect. Dus iemand die iets begint te willen, die gaat het ook voelen. En denken. Dus je begint eerst ergens over te denken. Zo werkt reclame. Je ziet een mooie tandenborstel of tandpasta. En dan denk je, als ik in de supermarkt kom, dan ga ik dat merk tandpasta nemen. Want dat schijnt een hele goede smaak te zijn. En dan krijg ik hele mooie witte tanden van. Dus je begint erover na te denken. En dan ga je het op de duur ook willen. Maar boven dat mentale aspect, want ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben, maar de geest die kan heel wispelturig zijn. Dus dat denken, voelen en willen, dat kan van dag tot dag of van uur tot uur of van minuut tot minuut kan dat wisselen. Dus de meeste mensen hebben wel last van hun geest die veel wispelturig is. Misschien ben ik een van de weinigen, maar ik denk toch, als ik zo jullie zie knikken, dat de meesten wel daar een bepaalde ervaring mee hebben. Dus hoger dan de geest is de intelligentie, de buddhi. En hoger dan de intelligentie is de ziel. Dus wat we doen tijdens het bestuderen van de Bhagavad Gita, is we maken eigenlijk onze transcendentale intelligentie maken we sterk, zodat die wispelturige geest die alle kanten op gaat, onder bedwang kan gehouden worden door de intelligentie. Misschien een voorbeeld die wel toepasselijk is. Jullie hadden vandaag van alles kunnen doen, tussen 10 en 12. Maar jullie intelligentie heeft gezegd tegen de geest, ja, dat is wel leuk, al die plannen die je hebt, maar ga nu gewoon eventjes rustig van 10 tot 12 even rustig zitten met de Bhagavad Gita en probeer die kennis tot je te nemen, want het gaat je dichter bij de ziel brengen. Terwijl de andere activiteiten die je misschien in je hoofd had, die brengen je misschien wel dichter bij het lichaam. Bij lichamelijke ontspanning of geneugtes van het leven. Dus het feit dat jullie hier geduldig 1,5-2 uur luisteren naar de Bhagavad Gita, is een teken dat jullie de intelligentie boven de geest hebben gezet. Dan in hoofdstuk 3 spreekt Krishna over de vorm van yoga, karma yoga. Over hoe je activiteiten kan verrichten zonder te gehecht te zijn aan het resultaat. Het mooiste vers wat ik daar uithaal is karma ni eva di karaste ma paleshu kadachana ma karma palahetu boer ma testanga stwa karma ni. Krishna die zegt, je bent verplicht om je voorgeschreven activiteiten te verrichten, maar je mag niet gehecht zijn aan je vruchten van die activiteiten. Je kunt dan denken van, oké, als ik niet gehecht mag zijn aan de vruchten van die activiteiten,
dan ben ik tenminste nog wel degene die die activiteiten verricht. En daar zegt Krishna, denk niet dat je de oorzaak bent van de vruchten van je activiteiten. Dus in principe ben je zelfs niet degene die de oorzaak is van de vruchten van je activiteit. Dus Arjuna kan dan denken van, als ik niet mag genieten van de vruchten en ik ben ook niet de oorzaak van de vruchten, dan ga ik gewoon niks doen, want dat heeft geen zin. Maar dan zegt Krishna, nee, je bent wel verplicht om, je moet niet onthecht zijn je plicht te doen in dit leven. Dus uiteindelijk, karma yoga betekent je handelt volgens je natuur, maar je bent niet gehecht aan de resultaten en je ziet jezelf ook niet als de oorzaak van deze resultaten. Dan in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 ook verder, spreekt Krishna over jnana yoga. Dus jezelf verbinden met de Allerhoogste. Je verbinden met de bron via yoga van jnana. En jnana betekent kennis. Dus in hoofdstuk 4 leren we heel veel over hoe je jezelf kan verbinden met de bron via kennisontwikkeling. En in hoofdstuk 6 geeft Krishna de mystieke yoga. De jnana yoga betekent echt jezelf afzonderen in op een eenzame plek in het bos. Met weinig eten, weinig drinken, weinig slaap. Puur meditatie, puur diepgaan naar binnen. Totdat je op het punt komt dat je de ziel kan ervaren en ook de superziel kan ervaren. Dus Sankhya yoga is het analyseren van de materiële energie en tot het besef komen dat je het lichaam niet bent. Karma yoga, onthecht raken van de vruchten van je activiteiten. Jnana yoga, het ontwikkelen van transcendentale kennis. En uiteindelijk, jnana yoga is de meditatieve vorm van yoga, waarin je echt volledig afsluit van externe factoren en je volledig mediteert op de ziel en uiteindelijk ook op de superziel in het hart. Dus dat zijn de eerste 6 hoofdstukken waarin er altijd een discussie is geweest tussen Arjuna die vragen stelt en Krishna die daar antwoorden op geeft. Nu in hoofdstuk 7, belangrijk te vermelden is dat de eerste 6 hoofdstukken van de Bhagavad Gita en de laatste 6 hoofdstukken van de Bhagavad Gita zijn als het ware het omhulsel van de essentie van de Bhagavad Gita. De Prabhupada die legt uit, als de koning uit zijn paleis komt voor een optocht, voor een processie, dan loopt hij nooit helemaal achteraan en de koning loopt ook nooit helemaal vooraan. De koning loopt altijd in het midden en voor en achter hem heb je de soldaten en de muzikanten en de lakeien en de verschillende lagen van de bevolking. Maar de koning die loopt altijd in het midden. Dus hoofdstuk 7 tot en met 12 zijn de middelste 6 hoofdstukken. Je kunt het ook een beetje vergelijken met een sandwich. Dus als je voor jezelf een sandwich klaarmaakt, dan heb je de onderkant is brood. Dat is de substantie. En dan de bovenkant is ook brood. Maar daartussen leg je een beetje boter. En dan een plakje kaas en dan een stukje avocado en wat rucola salade en wat dressing. En dan had die andere boterham er bovenop. Dus waar je echt van geniet, is de essentie, is het middelste stuk. En dat wordt eigenlijk beschermd door de boterham aan de onderkant en aan de bovenkant. Dus de eerste 6 hoofdstukken zijn als het ware de onderkant van de sandwich. En het blijkt ook wel dat Krishna vanaf hoofdstuk 7 zich gaat bezighouden met de essentie. Ik weet niet of dat vorige keer besproken is geweest toen hoofdstuk 7 werd behandeld. Maar in hoofdstuk 7 is een van de weinige hoofdstukken, of eigenlijk het enige hoofdstuk, waar Arjuna totaal niet meer aan bod komt. Krishna is zo enthousiast om te gaan spreken over de essentie, dat Arjuna komt er eigenlijk niet meer tussen. En wat zegt Krishna dan in het allereerste vers van hoofdstuk 7? Hoor nu, o zoon van Pritha, Arjuna,
hoe je door yoga te beoefenen in vol bewustzijn van mij en met je geest op mij gericht me geheel kunt kennen zonder een spoor van twijfel. Dus Arjuna had die vraag helemaal niet gesteld. Krishna had hoofdstuk 6 afgesloten met te zeggen dat van alle yogis, de Sankhya-yogis, de Karma-yogis, de Jnana-yogis, de Dhyana-yogis, alle vormen van yoga zijn, is degene die zich volledig, zijn geest volledig richt op mij, Krishna zegt, op mij als persoon, in liefde en toewijding, die persoon is het meest verheven van alle yogis. Er is geen persoon meer verheven dan een bhakti-yogi. Iemand die zijn geest in liefde en toewijding focust op Krishna. Dus voordat Arjuna daar ook maar een vraag over kon stellen, spreekt Krishna vanaf hoofdstuk 7 over hoe kunnen we dan hem herinneren. Het is als het ware een soort smeekbede van Krishna van alsjeblieft, wil je echt gelukkig worden? Richt je geest dan niet op allerlei externe zaken, maar richt je geest op mij, op Krishna. Dus in heel hoofdstuk 7 vind je geen Arjuna Uvacha. Het is alleen maar Krishna die aan het woord is. En Krishna geeft in hoofdstuk 7 een interessante tip hoe je aan hem kan denken. En dat zal ik ook nooit vergeten als ik een beetje water drink. Dan zegt Krishna, rasoham apsukunteya. Ik ben de smaak van het water. En als je de zon ziet, dan zegt Krishna, prabhashmi sasi suyayo. Ik ben het licht van de zon en de maan. En als je de natuur ruikt, dan zegt Krishna, punyo ganda prithivyamstya. Ik ben de oorspronkelijke geur van de aarde. Dus het is door dat te lezen wordt het eigenlijk best wel makkelijk om verschillende momenten tijdens de dag Krishna te herinneren. Omdat je tips krijgt van Krishna. Als je water drinkt, ik ben de smaak van het water. Als je de zon ziet, ik ben het licht van de zon en van de maan. Als je iets lekkers ruikt, ik ben de oorsprong van alle geuren. Paurusham Rishu vind ik ook een interessante. Als je iemand iets heel goeds of iets heel speciaals ziet doen, iemand die heel getalenteerd is, dan zegt Krishna, ik ben de, hoe zeg je dat, ability in man? Ik ben het talent in de mens. Ik zie, ik weet niet hoeveel deelnemers we hebben aan, momenteel, maar ieder van jullie hebben bepaalde talenten. Ik denk dat je ook wel van jezelf weet wat je talent is. En anderen zullen dat ook wel zeggen. Maar Krishna zegt, ik ben het talent in de mens. Door mij is iemand talentvol. En Krishna die sluit hoofdstuk 7 af met twee versen. En met heel veel ingewikkelde woorden. Ik heb al van Bhakta Peer een mailtje gezien. Die wilde beginnen met hoofdstuk 8 en daarin zag hij toch wel een heleboel lastige termen. Krishna zegt, verstandige lieden die naar bevrijding van ouderdom en dood streven, zoeken hun toevlucht bij mij in toegewijde dienst. Zij zijn in feite Brahman, omdat ze werkelijk alles afweten van zowel bovenzinnelijke als baatzuchtige activiteiten. Diegenen die mij kennen als de opperheer, als het grondbeginsel van de stoffelijke openbaring, als degene die de halfgoden in stand houdt en alle offers mogelijk maakt, kunnen evenwichtig van geest, zelfs in het uur van de dood, mij kennen en aan mij denken. En in die twee versen gebruikt hij termen zoals Brahman, Adiyatma, Karma, Adibhuta, Adidaiva, Adiyajna. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie denken van, dat is wel een hele boterham. In hoofdstuk 8 is getiteld hoe men de allerhoogste bereikt.
Zijn we erin geïnteresseerd? Hoe men de Allerhoogste bereikt? Is een titel die wel nieuwsgierigheid opwekt. Hè? Hoe kan ik als kleine jiva, als kleine ziel, hoe kan ik het Allerhoogste bereiken? Arjuna Uvacha, Kim Tat Brahma, Kim Adhyatmam, Kim Karma Purushottamam, Adibhutam Chakim Proktam, Adidevam Kim Uchyate. Adiyakyo Ketam Kotra, Dehishmin Madhusudana, Prayana Kali Chakatam, Jayosi Niyatatmadi. Dus Krishna, zoals ik al heb aangegeven, liet Arjuna niet aan het woord in hoofdstuk 7. En het lijkt alsof Arjuna de schade wat wil inhalen in hoofdstuk 8. Want hij begint een spervuur van vragen te stellen aan Krishna. In totaal zijn het 8 vragen. Arjuna vroeg, o mijn Heer, o Allerhoogste, wat is Brahman? Wat is het zelf? Wat zijn vruchtdragende activiteiten? Wat is deze stoffelijke openbaring? En wat zijn de halfgoden? Wees zo goed me dit uit te leggen. Hoe leeft deze Heer der offers in het lichaam? En in welk deel woont hij? O Madhuna, en hoe kunnen zij die toegewijde dienst verrichten je kennen in het uur des doods? Het zijn flink wat vragen. Ik ga nog weer even... Jullie zien mijn scherm? Ja, dus 8 vragen en 8 antwoorden. Wat zijn de vragen? Brahman, Adiatma, Karma, Adibhuta, Adideva, Adiyagya. Waar woont Adiyagya? En hoe herinneren we hem op het moment van de dood? Het zijn 8 zeer intelligente vragen gebaseerd op het einde van hoofdstuk 7. En Krishna begint te antwoorden. Vers 3. Sri Bhagavan Uvacha. Niet vergeten, Bhagavan Uvacha. Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Jatmamuchate Bhuta Bhavo Karo Vishaga Karma Samhitaha Adibhutam Ksaro Bhava Purushaschari Devatam Adiyakyam Evitra Dehe Dehabritam. Ik zal de antwoorden hier oplijsten als een overzicht. Ik weet niet of jullie de PowerPoint achteraf kunnen krijgen, Mariska. Het is misschien wel interessant om dat door te sturen naar de aanwezigen. Dus allereerst, wat is Brahman? Krishna. Misschien wel belangrijk te vermelden dat Krishna deze vragen, de eerste 7 vragen, zeer gehaast beantwoordt. Opnieuw, alsof hij niet zo geïnteresseerd is in de eerste 7 vragen. En vooral geïnteresseerd is in vraag 8. Dus wat zegt Krishna? Brahman is het onvernietigbare, bovenzinnelijke, levend wezen. Er wordt gezegd dat iemand die geestelijk leven begint, die begint met de sloka Aham Brahmashmi. Dat is het begin van geestelijk leven. Ik ben Aham Brahmashmi. Ik ben volledig spiritueel. Ik ben niet materieel. Mijn identificatie is niet met het lichaam. En ook niet met de geest. En ook niet met de intelligentie. En ook niet met mijn valse ego. Aham Brahmasmi. Ik ben het onvernietigbare, bovenzinnelijk levend wezen. Als ik sterf, als mijn lichaam sterft, sterf ik niet. Dat is de basis van geestelijk leven. Dan vraagt Arjuna Adiatma. Wat is dan die Adiatma? Wel, Atma of Adiatma betekent de eeuwige natuur van het zelf. Dus de natuurlijke eigenschappen van Brahman. De eeuwige natuur van het levend wezen. En Prabhupada legt heel duidelijk uit dat je hebt Brahman, Gods energie, en je hebt Param Brahman, de oorsprong van die spirituele energie, dat is Krishna.
Je hebt Atma en je hebt Paramatma. En Paramatma is een expansie van de allerhoogste persoonlijkheid Gods. En Atma is het individuele levend wezen waar de triljoenen van zijn. Dus jullie, ja, u en ik zijn in de categorie van Atma. Niet, zeker niet in de categorie van Paramatma, die in het hart zit van elk levend wezen. Dan de derde, wat is karma? Karma heeft tegenwoordig iedereen van gehoord. Maar als je nu eens denkt aan de definitie van karma, eens even nadenken, wat zou ik als definitie van karma, als iemand mij dat vroeg, wat is karma, wat is dan je definitie? De definitie is heel interessant. Actie die zorgt voor de ontwikkeling van een volgend lichaam. Dus alle activiteiten die ik verricht, die materieel georiënteerd zijn, waar ik in het centrum sta in plaats van God, zijn eigenlijk activiteiten die weer zorgen voor een verlangen naar een volgend materieel levensfase in een nieuw lichaam. Krishna zegt, Bhuta bhavot bhavo karo. Acties die ervoor zorgen dat we weer in het volgend leven weer in een materieel lichaam komen. We weer worden geboren bij een nieuwe papa en mama, in welke levensvorm dan ook, met nieuwe zusjes en broertjes, alles weer opnieuw mogen leren, totdat we uiteindelijk het een beetje beginnen, die cyclus van geboorte en dood. Wat is Adibhuta? Adibhuta is de eeuwig veranderlijke stoffelijke natuur. En in de betekenisverklaring legt Prabhupada uit dat een goed voorbeeld van Adibhuta is ons. Het lichaam gaat door 6 fases heen in dit leven. Het wordt geboren, het groeit, het blijft een tijdje stabiel op een bepaalde lengte. Dan brengt het bijproducten voort, kinderen. Dan gaan we krimpen. Ik merk nu dat ik al 2 centimeter kwijt ben. Ik ben nog maar 51. Waar eindigt dat, hè? Mijn vader die was uiteindelijk 12 centimeter gekrompen. Van het moment dat hij was 1,80 denk ik op zijn hoogste lengte. En toen hij zijn lichaam verliet was hij nog 1,68 meter. Dus hij was 12 centimeter gekrompen. Dus dat is de 5e fase. In de 6e fase is het lichaam. Dat gaat terug naar de natuur. Ja, dat noemen ze zogenaamd de dood. Dan Adideva. Krishna zegt in het kort, het universum wat onder controle is van de halfgoden. Als deel van de universele gedaante van de Heer. Dus de zon, de maan, alle planeten, alles wat er gebeurt in deze kosmos, staat onder de management van de devata's van de halfgoden. Dus de totale controle van het universum met alle halfgoden wordt gezien als Adideva. Wat is Adiyakya? Vraagt Arjuna. Adiyakya is de Heer in het hart die als superziel alle offeranders aanvaardt. Dus als jij thuis een offer wil brengen aan Krishna en je vraagt je af, waar is die eigenlijk? Aan wie moet ik dat offeren? Wel, hij zit in je hart, ziel. En hij ziet precies hoe je het voorbereidt, waar je aan denkt, met welke motivaties je het doet. Als je bijvoorbeeld eens naar Radhadesh komt en je brengt je eerbetuigingen aan Krishna. Krishna weet ook, hij zit ook in je hart, en die weet precies wat jouw motivatie is. Het kan zijn dat je eerbetuigingen brengt en aan Krishna zegt, oh Krishna, ik heb op dit moment €500 inkomsten per maand. Misschien kun je daar 2000 van maken, want ik breng nu mijn eerbetuigingen aan jou. Krishna die hoort direct wat jouw verlangens zijn. Het kan ook zijn dat die persoon denkt, ik kom hier gewoon om mijn eerbetuigingen te brengen, omdat jij dat verdient. Jij bent de allerhoogste persoonlijkheid Gods, ongemotiveerd. Krishna ziet alles, want hij zit in je hart. Je kunt er nooit van wegrennen. Superzielrealisatie noemen ze dat. Dan, waar woont die Adiyakya, zoals gezegd? Je zit in je hart, in het diepste van je hart.
Daarom zitten ook al je gevoelens in je hart. Want zowel jij als ziel als de superziel zitten allebei naast elkaar in het hart. Als twee vogeltjes. De ene vogel ben jij en je eet de zoete en bittere vruchten van de boom. En de andere vogel is Krishna en die observeert heel neutraal wat je allemaal aan het doen bent en geeft je het karma wat daarbij past. Dus dat waren, kun je je voorstellen, Arjuna die stelt 8 vragen. En 7 van de 8 vragen zijn behandeld in 2 versen. Het is een beetje zoals je zegt van, hey Mariska, wat heb je vandaag gedaan? Gewandeld. Oh, en wat ga je morgen doen? Fietsen. Oké, en wat heb je er net gegeten? Van alles. En je merkt dat de ziel daar dan niet echt in zit in die vragen en in die antwoorden. Dus vraag 8. Hoe kunnen we de superziel, hoe kunnen we die Adiyakya die in het hart zit, hoe kunnen we die herinneren? En dat gaat eigenlijk, de rest van hoofdstuk 5 gaat direct of indirect over Smaranam. Over hoe kunnen we nu Krishna herinneren. Eventjes weer een stopje. Misschien ook nog wel belangrijk om te vermelden is dat Arjuna die noemt Krishna Purushottama en Madhusudana. Purushottama betekent de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Dus hij stelt die vragen niet aan een vriend, maar aan de allerhoogste persoon. En Madhusudana betekent de doder van de demon Madhu. En Arjuna bedoelt daarmee dat, net zoals dat jij de demon Madhu doodde, zo zijn mijn twijfels die ik heb eigenlijk ook een soort demonen. Dus alsjeblieft, Madhusudana. Als je de demon Madhu kan doden, dan kun je ook mijn twijfels in mijn hart doden. Dus dat is ook belangrijk om mee te geven. Dan is Krishna terug volledig enthousiast. Hij begint met tekst 5. Antakale chamameva, zegt hij. Antakale betekent aan het einde van je leven. Mam Eva, Smaram. Iemand die aan het einde van zijn leven mij kan herinneren, uitsluitend aan mij denkt, die komt onmiddellijk tot mij. Dit leidt geen twijfel. Yati na asti atra samsaya. Betekent, dit leidt geen twijfel. Wat leidt geen twijfel? Dat iemand die Krishna op het moment van de dood herinnert, komt onmiddellijk tot mij. Dit leidt geen twijfel. Makkelijk, hè? De Prabhupada die geeft in de betekenisverklaring aan dat het niet zo makkelijk is om op het moment van de dood zo'n standvastige, steady geest te hebben dat je aan Krishna kan denken op dat moment. Je zou kunnen zeggen, oh, ik doe gewoon wat ik wil in dit leven en ik weet dat als ik eenmaal sterf, dan ga ik aan Krishna denken. En nu kan ik gewoon doen wat ik wil. Dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Ik heb de Bhagavad Gita niet meer nodig. Ik herinner me gewoon één ding. Srila Prabhupada die zegt, het is ontzettend moeilijk om Krishna te herinneren als we geen zuivere ziel hebben. Dus als onze geest niet volledig gezuiverd is, is het enorm moeilijk of eigenlijk onmogelijk om met een standvastige geest op het moment van de dood aan Krishna te denken.
Dus hij heeft een heel duidelijke instructie hier. En Prabhupada geeft in de betekenisverklaring aan dat als we dat willen bereiken, dat we Krishna herinneren op het moment van de dood, dan moeten we tijdens dit leven iets doen en heel intensief doen om dat moment van de dood direct volledig beoefend te zijn om hem te herinneren. En dat is het proces van het chanten van de Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dus de eerste keer dat Srila Prabhupada dat in dit hoofdstuk aanhaalt. Prabhupada zegt, als we Krishna willen herinneren, dienen we onophoudelijk de namen van Krishna te chanten. Nu, het is ook niet zo makkelijk om onophoudelijk de namen van Krishna te chanten. Dus daarom geeft Prabhupada als aanbeveling dat als je altijd Hare Krishna wil chanten om Krishna te kunnen herinneren, moet je heel nederig zijn, moet je heel tolerant zijn, moet je bereid zijn om alle eer te geven aan een ander, zonder eer te verwachten voor jezelf. Dus er zijn eigenlijk vier aspecten die Heer Chaitanya Mahaprabhu ons heeft gegeven om te herinneren tijdens het chanten en tijdens ons leven. Dus dat we nederiger moeten zijn dan het gras, toleranter moeten zijn dan een boom, alle eer moeten geven aan de ander, zonder eer te verwachten voor onszelf. Dat is moeilijk, hè? Dat betekent dan een hele bescheiden ziel zijn geworden als we dat kunnen doen. En Prabhupada geeft het voorbeeld van Haridas Thakur, die ons Namacharya is en die ook een incarnatie is van Heer Brahma. Dus Heer Brahma is degene die dit universum heeft ingericht, architect van het universum. Hij is ook de Adi Guru, onze oorspronkelijke guru van onze Sampradaya, is Heer Brahma. En Brahma is verschenen in een incarnatie in de vorm van Haridas Thakur, om te laten zien hoe je dat in praktijk doet. Hij werd bijvoorbeeld hij was geboren in een moslimfamilie en de moslims vonden het niet zo tof dat hij heel de dag Hare Krishna chantte, want ze zagen dat als een hindoe-oefening. Dus de moslims die waren zeer geïrriteerd met het feit dat hij heel de dag de namen van een hindoe-god aan het chanten was. Niet wetende dat Krishna natuurlijk hetzelfde is als Allah. En ze waren er zo door verstoord dat ze hem uiteindelijk uit zijn kot sleurden en hem op 26 marktplaatsen, dus op de marktpleinen, stokslagen gaven, zweepslagen. Dus ze hebben hem in 26 dorpen hebben ze hem gemarteld. Maar ze waren zeer verbaasd dat hij nog altijd niet zijn lichaam had verlaten, want niemand kan zo'n marteling overleven. Hij was volledig zwaar gewond. Maar hij bleef maar leven. En op een gegeven moment waren degene de beulen die de zweep gebruikten om hem te slaan. De handen van de beulen die lagen helemaal open met blaren van het slaan. En na de 26e, na het 26e dorp benaderden ze Haridas Thakur in alle nederigheid van, oh Haridas, je moet wel een hele grote ziel zijn dat je dit overleeft. Maar wij zitten nu in de dikke problemen. Want als jij niet sterft, worden wij gedood door de moslimroeler, omdat we onze job niet hebben gedaan. Dan gaan wij het hoekje om. En toen Haridas Thakur dat hoorde, toen smolt zijn hart en toen zei hij, oh, raken jullie in de problemen doordat ik niet sterf? Oké, dan sterf ik. En hij verliet zijn lichaam en ze smeet hem in de ganges. En door zijn mystieke vermogens ontwaakte hij ook weer uit de dood. En bleef hij nog vele jaren daarna verder leven. Maar gewoon het feit dat hij dus miserie zou brengen aan een ander, kon hij niet verkroppen. En daarom stemde hij toe om zijn lichaam te verlaten. Dat is een extreme vorm van nederigheid, van tolerantie, van respect hebben voor de ander zonder er iets zelf voor terug te verwachten.
Ik zelf sta nog net niet op dat niveau. Nog een kleine weg te gaan om daar te geraken. Arjuna die vraagt zich nu af van... wat als ik nu Krishna niet herinner op het moment van de dood? En Krishna die zegt... De zijnstoestand die je bereikt bij het verlaten van het lichaam... of hetgene wat je herinnert bij het verlaten van het lichaam... die zijnstoestand zal je voorzeker weer bereiken. Prabhupada legt uit dat het is eigenlijk een cumulatie van alle indrukken die je in dit leven opdoet... die je belangrijk vindt, die bepalen wat jouw gedachten zijn op het moment van de dood. En wat je denkt op het moment van de dood, de persoon die je bent geworden op het moment van de dood, bepaalt in het volgend leven wat voor een levensvorm je eigenlijk weer krijgt. Daarom is het heel belangrijk dat we ons zo goed mogelijk oefenen in spirituele gedachtes, omdat, zoals we in het begin al hebben aangehaald, materiële gedachtes en materiële activiteiten creëren weer een nieuw lichaam in het volgende leven. Voorbeeld is van Bharat Maharaj. Bharat Maharaj was een zoon van Rishabdev, een zeer bekende grote persoonlijkheid in het universum. En Bharat Maharaj was een zeer groot koning. Hij deed alle yajna's die je moest doen. Een zeer spiritueel georiënteerde koning. En toen hij zonen had die in staat waren om het koninkrijk over te nemen, ging hij direct zich terugtrekken in het bos. Hij trok zich terug om te mediteren en om zijn Krishna-bewustzijn verder te verdiepen. Om op het moment van de dood klaar te zijn om Krishna volledig in liefde te kunnen herinneren. En hij deed allerlei meditaties. Hij chantte om en hij deed allerlei boetvaardige activiteiten in het bos, zeer onthecht. En toen hij op een gegeven moment zijn meditatie wilde starten op een bepaalde ochtend, toen zag hij voor zich iets gebeuren wat zijn leven wel heeft beïnvloed. Hij hoorde namelijk eerst een hele grote brul van een leeuw. En daarna zag hij een hert dat in verwachting was, zag hij op de vlucht slaan. En toen hij dat hert op de vlucht sloeg, toen beviel dat hert van een babyhertje. En dat babyhertje werd achtergelaten. Die moederhert die kreeg een hartaanval van schrik. Ik ben jullie even kwijt. Horen jullie mij nog? Ja? Oké, ik was jullie even kwijt. Dus die moederhert die overleed en het babyhertje dat lag daar hulpeloos op de grond. En Bharat Maharaj die ontfermde zich over dat hert en raakte eigenlijk heel gehecht aan dat hert. In plaats van dat hij aan Krishna dacht, dacht hij nu alleen maar aan het hert. En als dat hert een paar stapjes had gedaan, dan was hij al bezorgd dat hij niet door een wild dier zou aangevallen worden. Dus zijn hele leven veranderde van Krishna-bewustzijn naar hertjes-bewustzijn. En op het moment dat hij zijn lichaam verliet, was hij dus in volle liefde voor dat babyhertje. Met als gevolg dat hij geboorte moest nemen in het lichaam van een hert. Natuurlijk, door zijn enorme spirituele beoefening kon hij in het lichaam van de hert alles herinneren. Waarom hij in dat hertenlichaam zat. Waardoor hij ook als hert heel onthecht begon te leven. En daarna moest hij nog een lichaamsvorm aannemen in de menselijke levensvorm. En daarna is hij dan teruggekeerd naar Krishna. Maar het is dus heel belangrijk dat we ons niet laten afleiden in dit leven door een te sterke materiële gehechtheid aan een ander levend wezen die niet gebaseerd is op zielsverwantschap, maar eerder op het niveau van het lichaam. Dan zegt Krishna, om terug te komen op kinderen van hem, zegt Krishna, daarom Arjuna dien je altijd aan mij te denken en tegelijkertijd je voorgeschreven plicht te vervullen en te strijden. Als je je daden aan mij leidt en je geest en verstand naar mij richt, zul je ongetwijfeld tot mij komen. Dus hier keert Krishna terug naar de instructie om hem te herinneren. En hier neemt hij ook een
twijfel weg bij Arjuna, die voor ons allemaal heel belangrijk is. Want Arjuna die dacht, toen die hoorde dat we gewoon aan Krishna moesten denken op het moment van de dood, toen dacht Arjuna, ah, het is veel makkelijker om aan jou te denken dan om te vechten op het slagveld van Kurukshetra. Dus oké, dankjewel voor dit. Ik zal gewoon aan jou denken, that's it. Maar hier zegt Krishna, nee. Je dient aan mij te denken en tegelijkertijd dien jij je voorgeschreven plicht te vervullen in dit leven. En we hebben allemaal in deze Zoom-omgeving hebben we allemaal andere plichten. De een is getrouwd, de ander is, heeft een baan, weer iemand anders is in een andere levensfase. De een die is timmerman, de ander die werkt als manager, weer iemand anders heeft weer een andere soort van job om in zijn levensonderhoud te voorzien. En Christian zegt niet dat je dat moet opgeven. Christian die zegt, blijf doen wat je doet, maar doe dat in gedachten aan mij. Doe dat in meditatie op mij. En hier geeft Prabhupada voor de tweede keer weer dat het heel belangrijk is om te chanten. Ik persoonlijk merk een heel groot verschil als ik 's ochtends aandachtig de Hare Krishna mantra chant en ik ga dan mijn werk beginnen. Ten opzichte van eerst beginnen werken en dan na afloop proberen te chanten. Dus Prabhupada die geeft verschillende keren in dit hoofdstuk geeft die, aan dat het chanten van de heilige namen ons voorbereidt op het herinneren van Krishna op het moment van de dood. Daarom wil ik kort even iets delen met jullie. Ik weet niet hoeveel van jullie er... maar ik heb een aantal zaken gebundeld die interessant kunnen zijn voor jullie. Dus allereerst is het belangrijk om een goed filosofisch begrip te hebben van de heilige naam. Ik zal misschien naar het volgende al gaan. Eerst moeten we begrijpen, wat is eigenlijk de heilige naam? Hier zie je een vers uit de Padma Purana en een vers uit de Chaitanya Charitamrita. Krishna's naam vervult spirituele verlangens. Het is de vorm van alle transcendentale relaties. Het is volkomen zuiver en eeuwig bevrijd. En er is geen verschil tussen de naam en de drager van de naam. Dus Krishna's naam en Krishna's persoon zijn identiek. Op het moment dat je de naam chant, sta je dus rechtstreeks in contact met Krishna. En in Chaitanya Charitamrita staat er, in dit tijdperk van Kali verschijnt God in de vorm van zijn heilige naam. En ieder die deze namen chant, raakt zeker bevrijd. En als er heel veel mensen chanten, dan kan zelfs het hele universum bevrijd raken. Dus filosofie van de heilige naam is heel belangrijk. De tweede P is people, is mensen. Dus ik heb een heel... veel ervaringen met omgaan met toegewijden of niet omgaan met toegewijden. Dus als je samen met andere toegewijden de heilige naam chant, is dat veel krachtiger dan dat je het alleen moet doen. Dus het is wel belangrijk om regelmatig de omgang te zoeken met andere zielen die ook belang hechten aan het chant. En dan de derde is de practice, de beoefening van japa. Dus, we hebben misschien wel een japa-mala. Een aantal tips die ik hier wil meegeven is dat het goed is om dat op een vast tijdstip te doen. Om een aandachtige lichaamshouding aan te nemen. Om de namen goed uit te spreken en alle 32 lettergrepen te gebruiken. Om de twee oren te gebruiken door aandachtig te luisteren. Om de geest steeds terug te brengen onder de maha-mantra. En als laatste, wat heel belangrijk is, is ook om ons hart te betrekken. Zoals bijvoorbeeld dit gebed. O Heer, zoals de Ganges altijd naar de zee stroomt, zonder obstakels, laat mijn aantrekking altijd gericht zijn op u, zonder afgeleid te worden door andere levende wezens of andere dingen. Die kun je gebruiken tijdens je...
Dan in vers 8 wil ik vooral aandacht geven aan het woord Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa betekent beoefening. En daarom dat ik ook deze slides even toonde. Het beoefenen van Bhakti Yoga in de vorm van het chanten van de Hare Krishna mantra is zo belangrijk dat we dat regelmatig doen. Dagelijks, wekelijks. Zo vaak als dat je tijd het toelaat, is om echt met aandacht deze namen te chanten. Om te leren Krishna te herinneren op elk moment van de dag. Arjuna vraagt dan in zijn hoofd, of hij heeft een twijfel die hij niet uitspreekt, maar die hij wel heeft. Van hoe moet ik dan jou herinneren, Krishna? En dat is ook interessant. Ik kan misschien toch nog even iets delen. Of heb ik het niet... Hoe moet ik jou nu herinneren? En Krishna zegt, men dient te mediteren op de allerhoogste persoon als degene die alles weet, die de oudste is, die de bestuurder is, die kleiner is dan het kleinste, die alles in stand houdt, die zich aan elke stoffelijke benadering onttrekt, die men zich niet kan voorstellen en die altijd een persoon is. Hij straalt als de zon en bevindt zich, bovenzinnelijk als hij is, buiten deze stoffelijke natuur. Dus hier geeft Krishna ook een 7 of 8 manieren om hem te herinneren als de persoon die kleiner is dan het kleinste, groter is dan het grootste, die alles in stand houdt, die onvoorstelbaar is. En we kunnen Krishna nooit 100% leren begrijpen door puur kennis tot ons te nemen. We kunnen Krishna eigenlijk alleen maar echt volledig begrijpen als hij zich aan ons openbaart. Dat is een heel belangrijk punt in Bhakti Yoga. In de volgende paar versen gaat Krishna spreken over yogis die niet zuivere toegewijden zijn, maar die wel op bepaalde manieren bezig zijn met yoga. En daarbij ook proberen om Krishna te herinneren. Hier zegt hij, wie in het uur van zijn dood zijn levenskracht op het punt tussen zijn wenkbrauwen richt en zich in volledige toewijding de opperheer voor ogen houdt, zal voorzeker tot de allerhoogste persoonlijkheid Gods komen. De wijzen die de Veda's kennen, die het omkaar laten klinken en die de wereld verzaken, gaan in Brahman binnen. Wie deze volmaaktheid verlangt, dient het celibaat te beoefenen. Ik zal je thans de methode uiteenzetten waarmee je Brahman kan bereiken. Dus hier geeft Krishna meer de onpersoonlijke meditatie weer. Hoe we dus kunnen mediteren op Krishna's energie, op zijn spirituele energie, op het Brahman aspect van hem. Jullie kunnen in hoofdstuk 12 lezen dat dat niet zo gemakkelijk is. In Sarvadwara Nisamyamya. Krishna die geeft aan dat yoga betekent dat men zich onthoudt van alle zinsbevredigingsactiviteiten. Door alle poorten van de zinnen te sluiten en de geest te richten op het hart en de levenskracht op het hoogste punt van het hoofd, verankert men zich in yoga. Dit is een yoga beoefening, een mystieke yoga beoefening die zeer, zeer moeilijk is. En die in dit tijdperk van Kali Yuga quasi onmogelijk uit te voeren is. Probeer maar eens al je zintuigen af te sluiten. En totaal niet meer bezig te zijn met zinsbevrediging. Dat is heel erg moeilijk. Terwijl in het Krishna-bewustzijn, en dat zegt Krishna dan in hoofdstuk 14 weer, dan gaat hij terug naar zuivere toegewijde dienst. Daarin zegt hij, voor iemand die onophoudelijk aan mij denkt, ben ik gemakkelijk te bereiken. O zoon van Pritha. Vanwege zijn voortdurende activiteit in toegewijde dienst. Dus hier zie je het verschil tussen die mystieke yoga van vorige tijdperken, waarin je dus alle zintuigen moest afsluiten. De ogen dicht, de oren dicht, de tong niet gebruiken. Alles moest op stop gezet worden eigenlijk om tot zelfrealisatie te komen. Terwijl in tekst 14 zegt Krishna heel duidelijk,
voor iemand die constant aan mij denkt en constant activiteiten verricht voor mijn plezier, die komt heel gemakkelijk tot bij mij. Het woord wat gebruikt wordt hier is sulaba. Laba betekent bereiken en su betekent heel gemakkelijke manier om hem te bereiken. Daarom zegt Srila Prabhupada ook, ons proces is heel gemakkelijk. Chant de heilige namen, dans op de heilige namen en neem prasadam. En dan is je leven eigenlijk perfect. Nu, in hoofdstuk 15 en in hoofdstuk 16 geeft Krishna iets interessants weer. Hij geeft aan dat die grote zielen die altijd aan mij denken, die keren terug tot bij mij naar de geestelijke wereld waar alles eeuwig is en volledig verlicht is. Terwijl degene die dat niet bereiken, die moeten terugkeren naar deze tijdelijke wereld vol ellende. Sommige mensen zeggen wel eens van ja, wat is het nu wel zo ellendig in deze materiële wereld? Hier 7 fotootjes geplaatst. We hebben het over geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Prabhupada zegt dat zijn eigenlijk de 4 kettingen waar we aan vastgebonden zitten in het materiële leven. Je wordt allemaal geboren, je wordt allemaal ziek, je moet allemaal oud worden en je gaat allemaal sterven. Dat zijn de 4 zekerheden praktisch gezien in het leven. En ik weet niet of je dat fotootje goed kan zien van de baby. We vinden een geboorte van een baby altijd heel schattig. Maar meestal zijn baby's nog niet heel erg overgelukkig als ze geboren worden. Ze zien er redelijk gestrest uit. Zeker ook als je ziek bent of oud wordt en sterft. En daarbovenop hebben we dan nog eens de ellende die voortkomt uit ons eigen lichaam en ons eigen geest. Dit is mijn geest. Ik heb er een foto van genomen hier. Ik weet niet of het er een gelijkenis is. Ik weet niet hoe jullie geest eruit ziet, maar mijn geest ziet er vaak zo uit. Of ellende die voortkomt uit andere levende wezens. Vooral de mug is in de zomer soms een plaaggeest, waarin we vroeg willen slapen om vroeg op te staan. En dan komt daar die irritante mug in je oor. Dus dat is leed wat veroorzaakt wordt door andere levende wezens. En leed dat voorkomt uit natuurrampen of slecht weer, overstromingen of vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, et cetera, et cetera. Dus de combinatie van die 7 is misschien interessant om na te denken hoe kunnen we eigenlijk loskomen uit die cyclus van geboorte en dood, omdat het toch niet allemaal zo heel rooskleurig is. Als je dan kijkt naar tekst 17, Krishna wil een contrast scheppen bij ons van materiële wereld en spirituele wereld. Dus ik kan daar misschien ook nog wel iets korts over. Krishna die zegt, naar menselijke berekening hebben 1000 tijdperken tezamen de tijdsduur van 1 dag van Brahma en zijn nacht duurt even lang. Ik heb dat hier kort geschetst over de levensduur van heer Brahma. Dus dat is het zijn kringlopen van kalpa's, waarbij 1 kalpa is 1 dag van Brahma. En 1000 cycli van 4 yuga's die je hieronder ziet, bepalen 1 dag van Brahma. En de nacht is net zo lang. Dus als ik dat uitreken, dan zie je dat het leven van Brahma is 311 biljoen 40 miljard jaar is het leven van heer Brahma. En als je dat dan vergelijkt met wat dat dan betekent, is 1 uitademing van Mahavishnu. Dus Mahavishnu die ademt uit en op dat moment ontstaan alle materiële universa met allerlei verschillende Brahma's. En die leven 311
biljoen 40 miljard jaar. Dus dat is een eindeloze fase, maar voor het, vanuit het perspectief van Mahavishnu is het één uitademing waar alles wordt gecreëerd. En dezelfde tijdsduur is de inademing waar alles weer wordt vernietigd. Krishna wil hiermee aangeven van alles in deze wereld heeft een einde. Je lichaam heeft een begin en een eind. Deze planeet heeft een begin en een eind. Het universum heeft een begin en een eind. Zelfs Brahma's leven heeft een begin en een eind. En daarom moedigt Krishna ons aan in de volgende verse om geen deel meer uit te maken van deze tijdelijke wereld waarin we constant worden gemanifesteerd en weer verdwijnen. En weer worden gemanifesteerd en weer verdwijnen. Het is een eeuwige cyclus waar we inkomen en dat heet de samsara chakra, het wiel van geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Krishna geeft dan ook nog in tekst 23, 24, 25 en 26 geeft hij een mechanisch proces weer. Van wanneer we ons lichaam verlaten, wat dan onze bestemming is. De yogis die kunnen zelf beslissen wanneer ze hun lichaam verlaten. Die kunnen, als de zon in de noordelijke helft is en je verlaat je lichaam, dan ga je naar die planeten. Als de zon in de zuidelijke helft is, dan ga je naar een andere bestemming. Dus dat zijn allemaal technische versen die interessant zijn voor yogis die bepaalde meditaties doen die eerder mechanisch zijn, die zich niet afhankelijk stellen van Krishna. Maar in tekst 27 zegt Krishna, na al die uitleg te hebben gegeven, dat de toegewijde die deze twee paden kent, o Arjuna, die raken nimmer van streek. Wees daarom altijd gehecht in toewijding. Dus wees altijd, altijd hecht in toewijding verankerd. Met andere woorden, het is niet dat we op eigen kracht een hele hoge bestemming kunnen bereiken. Maar het is een toegewijde die stelt zich volledig afhankelijk van wat Krishna beslist. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat als je je lichaam verlaat in Vrindavan, in de heilige plaats van waar Krishna is, zijn spel en vermaak heeft gehad, dan kun je op het moment van de dood ga je direct terug naar Krishna. Dus er was één toegewijde, een Indische toegewijde, die had beslist, ik ga nooit van mijn leven meer weg uit Vrindavan, want als ik dan mijn lichaam verlaat, dan keer ik terug naar Krishna. Dus dat is makkelijk. Hij heeft dat heel veel jaren gedaan. En op een gegeven moment kreeg hij een brief dat zijn oom overleden was en die had verder geen nabestaanden. En die had zijn erfenis nagelaten tot bij hem. Dus hij kreeg de erfenis van zijn oom. Maar hij moest daar wel voor naar Delhi om een handtekening te zetten. En deze toegewijde stond niet zo bekend als een hele devotionele ziel in Vrindavan. Hij deed maar wat. Hij leefde er nogal op los. Maar hij had die vow gemaakt, hè, die gelofte van ik blijf in Vrindavan, als ik sterf ga ik terug naar Krishna. Maar ja, hij kreeg die brief en hij dacht, dan ben ik voor de rest van mijn leven wel financieel onafhankelijk. Dus het is wel aantrekkelijk. Dus hij nam de riksha en hij reed naar Delhi. En in Delhi kreeg hij een ongeluk en hij verliet zijn lichaam in Delhi. Dus om maar aan te geven van je kunt, als je je niet volledig afhankelijk stelt van Krishna en je denkt dat je je eigen theorieën wel kan verzinnen om terug te keren naar Krishna, dan loopt dat fout. Dan in het allerlaatste vers van dit hoofdstuk beantwoordt Krishna de mentale vraag van Arjuna. Van als ik me alleen maar bezighoud met meditatie op jou, Krishna, en me niet bezighoud met yakya's en met boetedoeningen en met karma en met gyan en met al die dingen, ja, mis ik dan de resultaten niet van al die andere processen? Misschien dat jullie dat ook
af en toe eens denken van ja, alleen maar bezig zijn met Krishna en aan hem denken, is dat dan wel genoeg? Moet ik niet ook nog andere dingen doen om tot geestelijke ontwikkeling te komen? Nu, de conclusie van hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 ligt in tekst 28. Wie de weg der toegewijde dienst opgaat, behoudt de vruchten van het bestuderen der Veda's, van het naleven van strenge zelfdiscipline, het doen van schenkingen of het verrichten van filosofische en vruchtdragende bezigheden. Dus als we ons puur richten op het plezieren van Krishna, krijgen we ook de resultaten van al die andere processen die daar eigenlijk onder vallen. Dus in andere woorden, hij zegt tegen Arjuna, maak je geen zorgen over boetedoeningen, over karma-yoga, over jnana-yoga. Geef je gewoon over aan mij, denk aan mij en je zal de resultaten krijgen van alle andere yoga-processen die er zijn, automatisch. Dus dat is een hele mooie conclusie van hoofdstuk 7 en van hoofdstuk 8. Is dat onze zorg zou moeten zijn om op de een of andere manier Krishna te herinneren. In de Vedische teksten zijn er honderden en duizenden instructies van je moet dit doen en dat mag je niet doen. En je moet dit doen en je mag dit niet doen. Maar als je die allemaal zou herleiden tot één wat je wel moet doen en één wat je niet moet doen, dan is het herinneren van Krishna is de belangrijkste to-do. En het niet vergeten van Krishna is het belangrijkste not to do. En dat lijkt heel simpel, maar als we liefde hebben voor God, dan komt eigenlijk al de rest in ons leven vanzelf. Als we God in het centrum stellen, als we Krishna in het centrum stellen, dan hebben we automatisch ook liefde voor alle levende wezens. En hebben we ook respect voor alles wat we om ons heen zien. En blijven we op een hele vreedzame manier blijven we functioneren in deze materiële wereld. En kunnen we op het moment van de dood kunnen we terugkeren naar Krishna. Zien jullie mijn scherm nog? Ja? Ja. Dus de conclusie van hoofdstuk 8 is dat Krishna enorm veel belang hecht aan het proces van smaranam, het mediteren op hem. Hem herinneren. Dat is de hele hoofdstuk 8 gaat over hem herinneren. In de betekenisverklaringen van Srila Prabhupada herhaalt Prabhupada minstens 7 keer dat we Krishna gemakkelijk kunnen herinneren via het proces van het chanten van Hare Krishna. Srila Prabhupada zegt dat niet 1 keer of 2 keer, maar hij smeekt ons bijna 7 keer achter elkaar om alsjeblieft het proces van het chanten van de namen van Krishna te beoefenen. Het derde aspect van hoofdstuk 8 is dat een zuivere toegewijde totaal niet geïnteresseerd is in enige andere vorm van yoga dan bhakti, omdat alles onder bhakti valt. En hij is ook niet geïnteresseerd wanneer hij precies zijn lichaam verlaat. Of dat nu met de maan aan die kant is of de maan aan de andere kant. Een toegewijde stelt zich 100% afhankelijk van Krishna. En de laatste is dat de materiële wereld is een tijdelijk oord van ellende. En de geestelijke wereld is een eeuwige wereld vol vreugde en licht. Dat zijn de 4 hoofdaspecten van hoofdstuk 8 van de Bhagavad Gita. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Er is nog een hoop meer te vertellen. Maar misschien met deze leidraad, als jullie vandaag of morgen of in de komende dagen hoofdstuk 8 nog eens van voor naar achter lezen, met deze conclusies erbij, dan is het hopelijk een stuk makkelijker te verteren en te begrijpen.